Haarlemmerolie. Een eeuwenoud Haarlems wondermiddel. Scheepslui gebruikten het om hun verwondingen mee te helen en zwangere vrouwen om hun weeën op te wekken. Haarlem is er wereldberoemd mee geworden, omdat zeevaarders en zendelingen het meenamen op verre reizen. Vandaag de dag wordt het nog steeds gemaakt en verkocht. Maar hoe is dit middel ontdekt en werkt het eigenlijk wel? De Haarlemmerolie heeft haar oorsprong in de Antoniestraat in de Burgwalbuurt. Ja, hier woonde in de 17e eeuw de schoolmeester Klaas Tilly. Hij was alchemist en zoals zoveel alchemisten deden in die tijd probeerde hij goud te maken. Ja, dat is niet gelukt, maar in 1696 ontdekte hij wel door zijn vele experimenten de Haarlemmerolie. Goed voor vele kwalen. Achter zijn huis maakte hij in dit fabriekje zijn Haarlemmerolie. Als hij daar dan bezig was, dan stonk de hele buurt naar zwavel en terpentijn. De receptuur is tot op de dag van vandaag groot geheim gebleven om namaken te voorkomen. We weten wel wat erin zit, namelijk kruiden, terpentijnolie en zwavel. Maar de verhoudingen waarin, daar is men nooit achter gekomen. Toch werd er volop geprobeerd om het middel te kopiëren, omdat het erg goed verkocht. Hier aan het Spaarne nummer 69 zat een van de tientallen nepfabriekjes. En in de Doelstraat hadden de nepbrouwers zelfs zoveel lef dat ze dit op de gevel hebben gezet. En die brutaliteit ging zelfs zo ver dat ze er zelfs Tilly bij hebben gezet. Maar van de rechter moesten ze dat uiteindelijk verwijderen. Vandaar ook de 5 nieuwe tegeltjes. In 1734 overleed Klaas Tilly in dit huis aan het Spaarne. De productie van de Haarlemmerolie werd voortgezet door zijn erfgenamen. En in 1764 werd de nieuwe eigenaar Klaas de Koning Tilly. En zo bleef de productie van de Haarlemmerolie altijd in de familie. Dit is de laatste nazaat van Tilly, Ruud van Dobben, de huidige directeur van de Koning Tilly. Ja, nu is de receptuur echt een groot geheim, maar u heeft het hier liggen. Wij hebben het hier liggen. Dit is het antieke kistje en hierin zit dan de receptuur. En hierin staat beschreven hoe die Haarlemmerolie gemaakt wordt. Nou, dit is de achterkant en op de voorkant kunt u even in een glans kunt u zien hoe het erin staat. En dat is dus het grote geheim van de Haarlemmerolie. Dat is dus hierin beschreven. Werkt het ook? Ja, het werkt. Het werkt absoluut. En als het niet zou werken, dan hadden wij geen recht van bestaan gehad. Gebruikt u het zelf? Ja, we gebruiken het zelf ook. We zijn ermee groot geworden, onze kinderen zijn ermee groot geworden. Mijn ouders hebben het altijd gebruikt. Is het nu echt een geneesmiddel of is het zoals in de Dikke Van Dalen zegt? Het woord wat in de Dikke Van Dalen staat, dat gebruiken we ook liever niet. En het begint met een K en eindigt op zolverij. De Dikke Van Dalen kwam bij ons ook niet in huis. Hè? Want mijn vader zei, als dat soort onzin erin staat, dan zal de rest van die Van Dalen ook wel niet kloppen. Haarlemmerolie wordt dus nog steeds verkocht. Onder meer in deze 160 jaar oude drogisterij. Heb je voor mij een flesje Haarlemmerolie? Jazeker. En is er nou veel vraag naar? Ja, behoorlijk. Wij verkopen toch wel, ik denk zo'n 1000 flesjes op jaarbasis. Zowel als geneesmiddel, als natuurlijk ook als souvenir. Het is een combinatie van een tweetal stoffen, zwavel en terpentijnolie. Nou, zwavel werkt veel zuiverend, huidzuiverend, maar ook van binnenuit. Dus bijvoorbeeld bij allerlei maag- en darmbezwaren. En terpentijnolie werkt ontstekingsremmend, dus eigenlijk pijnstillend. Maar haarlemmerolie werkt wel? Het werkt wel. Ja, absoluut. Ja, nou, zwavel is nog steeds een werkzame stof. Wordt veel gebruikt in de farmaceutische industrie. Ja. Ik gebruik het zelf ook wel eens. Bijvoorbeeld ja, als je wat verkeerds hebt gegeten. Of als je wat vertraagd bent qua stoelgang dan. Doordat je wat verkeerds hebt gegeten. Ja, dan werkt haarlemmerolie heel doeltreffend. Een probaat middel, hè? Ja, het is toch bijzonder dat zo'n klein flesje Haarlem wereldberoemd heeft gemaakt. En het heeft zelfs een gezegde opgeleverd. Het werkt als Haarlemmerolie.